Hoi, ik ben Chester en welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Chester. Vandaag zit ik al achter mijn pc als deze vlog begint, want ik ging eventjes kijken hoe ik CSGO kon nemen met OBS. Ik heb het natuurlijk gefixt, dus misschien dat er binnenkort CSGO video's aangekomen natuurlijk. Ik moet vanavond, vanmiddag en vanavond opnemen natuurlijk voor jullie, om ook nog om 7 uur vanavond natuurlijk een video online te kunnen zetten. Ik moet nog even leren, dus vandaag wordt gewoon een rustige, maar toch ook wel weer een drukke dag. Het is op dit moment 9:45 als jullie dit kijken, zoals je ziet hier zo. En ik ga daar even lekker eten. Voor de rest, ik heb niet heel veel te doen. Video's opnemen, renderen en thumbnails maken, dat ga ik dan ook doen vandaag. Oké, de planning wordt dus iets anders, want Jason vroeg dus ook mee ging zwemmen. Dus ik ga nu even mijn GoPro opladen, zoals je hier ziet. De kleine camera voor onder water, waardoor jullie die beelden kunnen zien. Ik heb dus deze stok erbij, waardoor ik hem vast kan houden onder water of zo. Dit is dat hoesje wat erbij zit. En dit is de GoPro zelf. Ik heb de GoPro Hero 3 Silver. Ik weet niet of die nog vol is. Nee, hij is helemaal op. Dus die ga ik nu even opladen. En dan kunnen we straks mee gaan zwemmen. Chillings. Ben je aan het kijken, pap? Nee, niet. Heb je nog een stukje gefilmd in de auto, maar wat je erop hebt gezet? Troy, kijk eens. Troytje. Hé, hey, laat mij die vlog van school even zien. Ja, is goed. Ga ik zo laten zien. Troy. Nog even klas. Ja, dat staat toch niet op mijn camera? Hallo. Troy is even bezig met een speeltje. Ik ga zo zwemmen. Doei. Altijd als Troy's nagels geknipt worden, is hij altijd zo heel zielig. Maar nu krijgt hij lekker een koekje, omdat hij zijn nageltjes heeft laten knippen bij mama. Wat ga je doen? Ga je ze verstoppen? Troy, kijk eens hier. Mama gaat ze verstoppen voor je. Zitten. Zo. Mama gaat ze verstoppen voor de Troy. Ja. Dan moet Troy ze zoeken. Dan gaat Jess ze even van je afleiden zo. Met de camera. Oké, daar ligt er dus één. En waar is de andere nou? En hij, oh, ja, hij heeft hem al. Kom, zitten. Heb je er nog een paar? Ja, kom. Troy, kom, mama heeft er nog een paar. Ga zitten. Opletten, hè. Opletten. Zo. Hoe gaat het met jou, jongen? Kijk die kop van hem. Nou, sowieso dat hij die als eerst gaat pakken. Zoek hem maar. Ja, kijk. Hij komt er niet bij. Oh jawel. Hij heeft hem, hoor. Nog eentje. Nog één. Ruiken. Ja hoor, hij heeft ze gewoon. Waren dat ze? Ja. Oh. Zo maken we dus nog eventjes een leuk spelletje. Van een koekje te geven, hè Troy? Geef me poot. Poot. High five. Geef high five. Ja, box. Goed zo, jongen, ja! Dan loop ik relaxed buiten. Denk je dat het gewoon is pleurt het helemaal naar beneden regen? Nou, het komt helemaal naar beneden. Nou, we lopen niet lekker buiten met Troy daar zo. Kijk, als het goed is, gaat Troy dadelijk bij een boom heel raar doen. Ja, ook niet, als het nat zijn. Ga je kroelen? Ja. Oh, kijk, daar gaat hij. Let op. Oh. Ja. Oh jee. Wat doe je dan? Bah, ja. Okay. Kijk, hij gaat de boom knuffelen. Ah, oh. Oh. Oh, jongen. Oh. Jezus. En dat was het weer. Ja. Dat doet hij dan elke keer. We gaan nu gewoon even een stukje lopen. Straks zwemmen met JC. En dat wordt gewoon even grappig met de GoPro. Tot zo. Zo, mijn ouders zijn op dit moment weg. Ik ga nu even me omkleden, even een andere trui aandoen en mijn vest. En natuurlijk mijn tas weer pakken om naar het zwembad te gaan. Met mijn nichtje dadelijk. Ja, ik doe altijd gewoon zo'n voetbalbroekje aan van een club om te zwemmen. Daar zwem ik altijd in persoonlijk. Ik weet niet hoe jullie het doen. Ik vind dat het relaxed zwemmen. Dus ik ga mijn tas weer pakken, handdoek erin, geld meenemen. En dan gaan we naar het zwembad toe. Zo, ik heb hem helemaal omgekleed. Nu heb ik natuurlijk helemaal dat Nike tag pak aan. Met de broek en het vest. Want echt, Nike maakt echt fucking relaxe kleren, jongens. Dit is mijn camera, zoals jullie hier zien. Fucking mooi ding. Wat ik nu ga doen is gewoon even wachten tot Jason natuurlijk komt. Ik ga nog even snel plassen. En mijn tas zien jullie al daar klaar staan. Dus die pakken we zo. 1, 2. En die is klaar om mee te nemen. Dus die doen we up op onze rug. Dan zijn we klaar om te gaan. Even voor de mensen die geen Engels kunnen. Kijk, daar staat mijn setup. Even snel een kleine spin door mijn kamer. Hier daar mijn setup. Zo. Helemaal niks. Muur met posters, met bed. Raam, en we zetten weer tas op mijn kamer. Woehoe!
Back from swimming. Je hebt natuurlijk alle beelden gezien uit mijn GoPro'tje. Dat is een kleine mini-camera die onder water kan filmen. Ik ben nu weer thuis. Ik ga dadelijk avond eten. Ik ga nu even mijn pc weer aanzetten. Ja, vanavond biologie leren, jammer genoeg. En dan misschien nog even Black Hole 3 doen. Dus ik ga nu gewoon eventjes relaxen. Jongens, ik besef nu eventjes op hoeveel video's we de 1000 weergaven per dag zullen halen. Eventjes zonder dolle, want we hebben even kijken. Op de vlog. Met Luna, de vecht op schoolvlog, hebben we 1046 weergaven. Op de Weevil video hebben we 900 weergaven in één dag. Op de schoolvlog hebben we 1600 weergaven. Op de Deo Challenge hebben we 1000 weergaven. Op de Two Guys One Controller Challenge hebben we 1000 weergaven. Op de Soda Challenge hebben we 1000 weergaven. Op de Wat is dit dan Nuclear video hebben we 1000 weergaven. Op de vlog hebben we 1000 weergaven. En dude, we hebben op de reageren op oude video's 1000 weergaven bijna 2 keer gehaald. Echt niet normaal gaaf. We halen bijna elke video de 100 likes. Even kijken, hier zijn het er 96. De schoolvlog zijn er 244. De vechten op school zijn er 191. En de vlog die net anderhalf uur online staat, zijn er nu 49. Maar dat worden er nog wel meer deze avond natuurlijk. Support blijft natuurlijk lekker doorgaan. 2-4 per dag op dit moment online natuurlijk. Ik durf niet 100% te zeggen dat ik dit volgehouden. Dat gaan jullie zo en zo wel zien. Maar ik zit gewoon hier, relax. Niet te gamen, want vandaag ga ik gewoon helemaal niet gamen. Screw gamen vandaag, dat kan ik morgen wel doen. Ik moet straks natuurlijk biologie leren. Dat is natuurlijk wel even wat belangrijker dan leren. Nou, hier zie je mijn sappige kopje. Kijk, heel mooi weer de vlog. Want ik moest even naar de weergave kijken. Maar dat gaat allemaal wel goed. De thumbnail is wel on point, though. Het is een WhatsApp stront smiley. Maar ja, het ging over poepen in de Mac. Dus ik denk, hey, laat ik dat gewoon doen. En deze video, die is ook echt goed bekeken. Mijn level 300 stats. Die is gewoon flawless gegaan. Nou, waarschijnlijk als deze video online is, zijn er geen likes meer bijgekomen of zo. Maar de video met Nina, als we dat intikken, dan staat hier al gelijk, als je mijn naam intikt, staat er al gelijk als tweede kopje Nina. Nou, laten we die maar even aanvinken. Komt deze video gelijk en dan kijk dit, jongens. Een paar vlogs geleden liet ik dat natuurlijk aan jullie zien. Holy shit, even het geluid te zetten, dat is fucking irritant. Blijf gewoon doorliken, weet je. Ik denk dat deze video makkelijk de 10.000 likes kan gaan halen. Als dit gewoon zo door blijft gaan. Dat kan natuurlijk dankzij jullie, dus thanks daarvoor. Ja, ik ga daar lekker avond eten natuurlijk. En dan daarna de vlog editen. Maar ja, weet je, ik ben nog steeds niet wat ik ervan moet zeggen. Ik ben gewoon flabbergast. Ik ga op dit moment even een video opnemen die jullie gistermiddag hebben gezien. Dan om 7 uur, gisteravond is het trouwens. Waarbij ik uitleg wat er dus gaat gebeuren met 2 gamevideo's. 2 video's, 1 vlog, 1 gamevideo per dag. Die ga ik nu even maken. Dus ik ga live voor jullie dat opzetten. Ik zet hier zo mijn camera op het dingetje. En dan gaan we draaien. En dan staan jullie op mijn statief. Dan hoeven jullie niet meer mee te pakken. Wat een magie, jongens. De magie van de YouTuber exposed. Nee, jongens. Ik ga nu even een video opnemen.
Dus die hebben jullie al gezien als deze video online is. Zo niet, link staat hier beneden in de beschrijving. Ik ga nu die video opnemen. Tot zo. Zo, ik heb dus net de video opgenomen die dus online moest komen. Die ga ik dus zo meteen even editen. En dan ga ik douchen. Kijk, ik heb mijn handen nog hier. Dus hij staat nog op mijn statief. Hé, ik ben ook ingezoomd. Dus let op. 3, 2, 1. Zo, nu ben ik helemaal uitgezoomd. Helemaal mooi. Natuurlijk, deze view heb je nog nooit echt gezien. Maar ik ben van plan om mijn facecam voor mijn video ook met deze camera op te gaan nemen. Ik weet nog niet zeker of het, want het ziet er natuurlijk heel ziek uit met de softbox kwaliteit. Zoals je op dit moment ziet natuurlijk. Ja, ik ga daar lekker douchen. En dan gaat, terwijl ik douche, natuurlijk de video renderen. Zo, mijn pet heb ik eigenlijk afgezet. Ik ga lekker douchen, jongens. Maar eerst die video editen. Oké, jongens, ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik ga op dit moment de video's uploaden die dus maandag online zijn gekomen voor jullie. Voor mij is zondag, dus die ga ik nu uploaden. Daarna biologie leren. En dan met mijn vader een programma kijken en dan deze vlog editen. Dus ik ga niet meer echt iets belangrijks vloggen. Dus thanks for watching deze vlog. Laat je blauwe duimpje omhoog achter. Als we de 100 likes kunnen halen, zou ik dat natuurlijk heel erg waarderen. Vergeet natuurlijk niet de game video van 7 uur vanavond om te checken. Bedankt voor het kijken. Morgen om 3 uur weer een nieuwe vlog. En om 7 uur een nieuwe game video. Zoals altijd, bedankt voor het kijken. En tot morgen bij een nieuwe video, jongens. Doei!